Vic Latumahina, organisator van Rocking Old School. Er zijn maanden van voorbereiding hier aan vooraf gegaan. Wat gaat er straks gebeuren? Vanmiddag gaan alle deelnemers spelen datgene wat ze met elkaar tijdens workshops gemaakt hebben in 4 groepen. Voor familie, vrienden en alle geïnteresseerden, voor iedereen die wil komen kijken. En dat zijn allemaal pop-rock nummertjes. 60-plussers? 60 en 70-plussers, ja. Nou, je hebt het proces natuurlijk op de voet gevolgd. Wat gaan de mensen hier zien? Die gaan in ieder geval een groep enthousiastelingen zien op het podium. Die eigenlijk niet te houden zijn. Dat meen ik serieus, want ik heb natuurlijk alle vrijdagen die workshops, tijdens workshops gevolgd. Echt enthousiaste mensen die eigenlijk helemaal uit zijn dak willen gaan. Maar ook een beetje zenuwachtig zijn. Maar een gezonde spanning. Meneer de wethouder, ik zou zeggen, daar gaat het. En veel plezier. Oké. Wethouder Henk Driessen, zojuist een openingsakkoord als opening van Rocking Old School. Ja, dat was ontzettend leuk. Het is niet hoe ouder hoe gekker, maar eigenlijk hoe ouder hoe beter. Een aantal muzici bij elkaar van 60 plus, die met elkaar plezier hebben gevonden in het muziek maken. Sommige mensen kent elkaar nog niet eens. Ja, dan is het een genot om zo'n bijeenkomst te mogen openen. Ja, een bijzonder initiatief hè, wat er hier plaatsvindt. Ja, een bijzonder initiatief. De directeur van Moziek was hier nieuw begonnen. En die had zoiets van, dit moet anders. We kunnen heel veel leuker auto gaan worden. En die heeft toen het initiatief genomen om zoiets als een rock'n'roller te gaan organiseren. Ja, en dat vindt u een mooi initiatief als wethouder, want u bent natuurlijk ook betrokken bij de mensen. Ja, als je dan even naar mijn portefeuille kijkt, met name senioren, daar zijn we allemaal mee bezig. We worden gelukkig allemaal veel ouder. En dan is het een heel mooi initiatief om op een nieuwe manier ouder te worden, want dat is niet te vergelijken met bingo en kaarten natuurlijk. Kent u deze naam? Deze applaus, de Shadowmasters. Een van de deelnemers van Rocking Old School. Vertel, wat heb jij net gedaan? Ik heb een nummer gezongen, een Frans nummer. Toen ik mij hiervoor aanmeldde, heb ik me op een gegeven moment willekeurig bij een groepje aangesloten. En die vroegen mij, wat vind je leuk om te zingen? Ik zeg, ik zing graag Frans. En ze hadden alleen dit nummer op zijn Frans. Ik denk, nou, dat is een lekkere meezinger voor iedereen. Niet al te moeilijke tekst, zo te leren. Dus ja, was leuk om te doen. Ja. Hoe heb je het ervaren? Vrijdag hadden we de generale repetitie. Ik was vandaag toch een beetje gespannen. En op een gegeven moment had ik gebrek aan adem. Ik werd moe. Ik werd moe van het zingen, ja. Maar dat is toch wel goed gekomen, hè? Jawel, zeker wel. Nou, we treden straks nog een keer op. Maar dan zingen we weer samen, de Agnes en ik. Ja. En hoe vind je het? Ja, heerlijk. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Ja, ik ben al heel lang op zoek naar een koor of zo, maar nooit echt iets leuks gevonden. En wij gaan verder. We gaan met een aantal mensen gaan we hier verder met muzikanten, zingen, weet ik wat dan meer. Nou, mijn rol is, ik ben vrijwilliger, zelf ook muzikant. En een van de initiatiefnemers om dit met elkaar op te gaan zetten.
En wat ik vanmiddag ga doen is, ik weet zelf ook nog niet, dus dat wordt een grote verrassing. Dus ik mag de heer Driessen een gitaar omhangen. Die krijgt dan ook mag een eerste akkoord gaan leren. En op dat akkoord gaan de bluesknakkers daarop inzetten. Dus het wordt een hysterische gebeurtenis, ook voor meneer Driessen. Die we dan ook van harte uitnodigen voor eventueel onze volgende sessie. Daar is al sprake van dan? Hij weet nog van niks. Dus okay, dat is een verrassing. Hij moet gewoon tv kijken. Ja. En je bent natuurlijk vreselijk betrokken geweest. Omschrijf de sfeer eens die hier is. Die sfeer die is gewoon te gek. Kijk, hier stopt. 27 mensen hadden zich aangemeld. En dat moet zich natuurlijk een beetje zetten in het begin. Hè? Dus je hebt wat meer geroutineerde muzikanten. Mensen die wat heel weinig kunnen. En dat moet samen muziek gaan maken. Dus dat, daar komt enige spanning komt daar op te staan. Maar een gezonde en hele gezellige spanning. Dus men heeft elkaar gevonden. En er wordt nu al gezegd van, ja, zonde, we houden ermee op, kunnen we niet door. En dan is het goed gegaan. Jan Lucas van Velzen, docent bij de Plantage en betrokken bij Rocking Old School. Wat heb jij hierin betekend? Ik ben een van de twee bandcoaches voor dit project. En ik zorg dat ik in ieder geval de bands in de goede banen leid, zeg maar. En dat het proces in zijn geheel dat goed verloopt. Dus de bands, het vormen van de bands. En als ze ergens vastlopen, dan helpen we ze ermee. En dat is eigenlijk een beetje de voornaamste taak. Plus, als er wel eens wat dingen spelen, zo, hè, het loopt soms even wat stroever in communicatie tussen de bandleden of zo. Dan kunnen we altijd even ergens inspringen als het nodig is. Hoe heb jij deze afgelopen periode ervaren? Want voor jou moet dit ook nieuw zijn. Klopt, dit is wel, deze doelgroep is nieuw. Ja, wij alle twee geven al jaren bandcoaching lessen, dus dat is op zich niet nieuw. Het is alleen, deze doelgroep is nieuw. En ontzettend leuk. Het is gewoon echt, mensen zijn heel ontspannen en het is vooral gewoon, in tegenstelling bijvoorbeeld tot jonge kinderen hebben deze mensen een tal van dingen al meegemaakt en hebben er heel veel te vertellen. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. En ook het niveau is gewoon ontzettend verschillend. Het een die is gewoon weer net weer een beetje zijn instrument aan het oppakken, terwijl de andere die doet het al heel lang. En dat maakt het wel interessant om dat ook samen te laten spelen, zo met z'n allen. Dus, Als jij dit project nou in één woord zou moeten omschrijven, wat is dan jouw eerste gevoel? Echt gewoon lol. Ja, het is gewoon lol. Ik kom elke keer weer terug van zo'n repetitie dat was echt heel erg leuk. We hebben ontzettend genoten met z'n allen. En dat is eigenlijk het belangrijkste.